Het is heel erg koud, maar dat maakt allemaal niet uit, want daar is het heel erg warm binnen. Er zitten namelijk allemaal mensen klaar voor de podiumavond van vandaag. Maandag 26 februari, Deel Je Verhaal podiumavond en ik ga jullie meenemen. Het begint al druk te worden en ik zie dat Myrtle hier een spreker te pakken heeft, of niet? Wat zeg je? Je hebt een spreker te pakken. Ja, ik heb een spreker te pakken. Dit is Arie. Ik heb Hallo Arie. Janneke. Hoi, Arie. Vind je het spannend? Super spannend. Mag ik je even vloggen? Ja, je mag zoveel vloggen. Wat ga je erover hebben? Over mezelf natuurlijk, dat goed. En over een best wel een verandering in mijn leven. En welke uitdaging heb ik gedaan? Ja. We houden het nog even spannend. Cliffhanger. Ja. Cliffhanger. Ja. Als hoeveelste ben je aan de beurt? De laatste. De laatste. Oh, dan moet je dat vol? Ja, ik wel. Ik ben er de hele avond. Oké. Okay, nou, dan ga ik me laten verrassen. Goed zo. Jan. Ja, Jan, ik vertel. Wat zei je? Kom je hier vaker? Ja, ik kom hier wel vaker. Ja? Ja. Waarom? Wat haal jij uit de podiumavond? Dit heb ik nog niet meegemaakt. Maar muziek, daar ben ik voor. Oh, je bent voor de eerste keer bij een podiumavond? Ja, precies. Ja. Oeh, en wat heeft je getrokken om te komen? Ja, omdat ik zelf wat kan vertellen. Jij bent spreker? Ik ben spreker. Echt waar? Ga je over de Camino vertellen? Nee. Oh, ja, wij kennen elkaar wel, want we lopen allebei de Camino. Ja. Wat ga je vertellen dan? Nou, ik ga een verhaal vertellen over iemand die niet gekend is. Die niet gekend is? Waarvan ik wil dat hij gekend wordt. Dat is een beetje het verhaal. Maar ben jij die persoon? Nee, ik ben het niet, jammer. Jij bent het niet, jammer. Ik heb hier een hele knappe man ontdekt aan de bar. Nou. Ben je voor de eerste keer? Nee, tweede keer. Tweede keer? Wanneer? Ja. Vorige keer was je er ook? Vorig jaar was ik een keer mee gegaan. Gewoon het initiatief sprak me wel aan. Mm-hmm. Sowieso om natuurlijk die erachter, zeg maar, dat iedereen wel wat meemaakt. En, hoe zij dat op een eigen manier, als ze er toch weer grip op bepaalde zaken krijgen in het leven. Ja, dat vind ik gewoon interessant hoe mensen dat doen en waar mensen of een geest natuurlijk tot in staat is. Zeg maar. Ja. Ja, ik weet niet meer wat ik moet zeggen. Ik sta hier ook maar voor Jan Doedel. This morning I went walking on my way to the sun. I scared the busy road, cause I wasn't the only one that was away, but I am the only one looking for the lake. And all the people start their work life right. Dames en heren, leer aan mij leven is een vorm van opgeven. Hier is voor jullie Esther Kosters. Mijn digitale prullenbak staat vol met klatjes. Hoe ik nou vanavond zou beginnen, wat ik ga vertellen, ik heb geen idee eigenlijk hoe ik het moet gaan doen. Ik begin maar gewoon ergens. Brief aan een onbekende vrouw. Ben je echt? Of is het gewoon een droom? Voor mij enkel een foto van een mooie vrouw. Daniel Dinburg. I was 4 years old. And my mother was standing below the tree, and I was about 3 meters up at 4 years old. And my mother looked up at me and she said, "Get down from there, you're gonna kill yourself." Wat vond je ervan tot nu toe? Ja, leuk. Wat is blijven hangen? Ja, dat raakt ieder stuk toch gewoon heel kort. In eerste instantie heb je geen idee waar het over gaat en waar het naartoe gaat. En uiteindelijk komt er eigenlijk uit ieder verhaal wel een heel mooi beeld. Hoe gaat het achter de bar vanavond? Ik kruip eens heel even het podium op bij Sean. Hallo.
wat sta je er goed op vanavond? Vind je? Ja. Doet ziek zijn toch iets met je dan? Zeg maar, hoe lang doe je dat eigenlijk al? Presenteren? Al een hele tijd. Toevallig dat ik vandaag, 26 februari, en 26 februari, 5 jaar geleden, stond ik hier ook. Voor het Barkstad Cabaret Festival. Maar bij deel je verhaal? Ben je al... van het begin. Oké. Okay, van het begin. Dus hoe lang is dat nu? 4 jaar, hè? 4 jaar. Dat is het vierde jaar, hè? Ja. Ik hou er niet bij. Maar... In die 4 jaar, wat is de meest memorabele avond ooit? Wow. Ja, is van... Mijn eigen. Ja? Je eigen verhaal? Mijn eigen verhaal, ja, ja. Mijn eigen verhaal is toch meestal... Ja, omdat het zo spannend is. Kijk, je kan hier wel wat lichtjes liggen brabbelen en... Een beetje komisch liggen doen, ja. Maar als je je eigen verhaal gaat vertellen, is dat heel wat anders. Dat hoor ik voor iedereen. Maar wel leuk, heel leuk om te doen. Echt een opluchting, pak van je hart, alles, echt aanrader. Kom, www.deeljeverhaal.nl. Ik moet je even zeggen, Mirtel, kijk, Mirtel. Mirtel staat streng te kijken. Streng te kijken. Maar trekken wij ons daar iets van aan? Eigenlijk niet. Nee. Anyway, zullen we het nog eens even hebben over wat je allemaal hebt gegeten vandaag? Ik heb vandaag de chili gegeten. Daar lag ik dan in mijn bed, geestelijk in een gamelijk helemaal kapot. Waarom deze titel is mezelf ook nog niet helemaal duidelijk. Het was of dat, of fuck die shit. Maar ik wist niet of ik het F-woord mocht gebruiken op het podium. Maar nu heb ik hem toch stiekem gedaan. Ik ga met jullie... een jaar of 25 terug in de tijd. En ik zat daar op het strand en ik bedacht mij een hele rare vraag. En de vraag was aan mijzelf, stel nou dat je doodgaat. Ja, ik wil jou nog even gewoon even spreken. Wat vond je van de avond, maar in één woord. Ik heb verstandig hier. Verbindend. Verbindend. Ben je niet tevreden meer? Ja, ik denk dat je beter kunt. Indrukwekkend. Maar... Indrukwekkend. Oké, okay, opnieuw. Ja. Wat vond je van de avond? In zoveel woorden als je wil. Oh, John staat op de achtergrond. Dat is wel... Nou, ik vond het wel mooi wat Lotte zei. Lotte zei, het was echt een avond waarin mensen vertellen dat je misschien wel egoïstisch moet zijn, hoe negatief dat ook klinkt, maar dat je naar jezelf terug moet om van daaruit goed te kunnen zijn voor jezelf en de anderen en de wereld. Dat is inderdaad mooi gesproken van me. Dus dat denk ik, ja. Een beetje meer egoïsme erin, ja, maar wel met liefde voor de wereld. Precies, dus dat vond ik super. Okay. De volgende is... 28 mei. Hier in het Cultuurhuis in Heerlen. Hier. En hier is de link. Dan lees je meer over Deel je Verhaal. Voor als je zelf zou willen spreken. Of als je naar het podiumavond zou willen komen. En voor nu? Fijne avond. Fijne avond. Doei.